Het lot van de natuurherstelwet van Frans Timmermans hangt aan een zijden draadje. Voorstanders zien de wet als heilige graal om de biodiversiteit te redden. Maar tegenstanders zeggen juist dat deze ons land in een stikstofcrisis 2.0 kan storten. Vandaag wordt erover gestemd in het Europees Parlement. Het is eigenlijk broddelwerk. Er wordt ons gevraagd om iets te tekenen waarvan we de impact in Nederland en in andere landen van Europa nog onvoldoende kennen. Ja, het wordt enorm spannend straks. Mijn fractie, de Europese Volkspartij, waar het CDA toe behoort, is gesloten. Wij zijn tegen de wet zoals die voor ligt. Renew Europe is verdeeld. In de Visserijcommissie, in de Landbouwcommissie hebben ze met ons meegestemd. Maar de vraag is of die fractie, waar ook de VVD toe behoort, of die dat nu in de Milieucommissie ook gaan doen. Ik hoop erop. Ik werk goed met de VVD samen. Maar ze zullen nog wat collega's moeten leveren straks voor de stemming. Ja, we horen hier Esther de Lange al zeggen. De liberalen hebben een cruciale stem in, nou ja, het lot van deze wet, zou je kunnen zeggen. U liet net al even doorschemeren dat u tegen deze wet bent. Heeft u dan ook flink gelobbyd bij uw Europese collega's? Nou, in die zin belobbyden we elkaar. Want we zien als VVD-fractie in Brussel en in Den Haag allebei echt grote risico's van deze wet. Ja. Alleen de Renew-fractie bestaat uit VVD-leden en natuurlijk ook uit bijvoorbeeld partijen als D66. Ja. Dus daar wordt verdeeld over gedacht. Maar wij als VVD hebben ook echt voorstellen gedaan, al maanden geleden, vanuit onze Europese fractie, om te kijken hoe je eruit kunt komen met de commissie. Daar steeds niet op gereageerd, steeds niet wat mee gedaan. Nu wordt het wel heel laat. Even inzoomen op die plannen. Hè? Want vorig jaar presenteerde, we kennen hem allemaal, de Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans. Die presenteerde die. En voor het eerst worden nu afspraken en eigenlijk landelijke landenbindende doelen gesteld om de natuur te verbeteren. Hè? Het herstellen van de biodiversiteit. Op zich geen gekke doelstelling, toch, lijkt mij. Want we horen dat op echt heel veel plekken in de wereld het niet goed staat met de biodiversiteit. Nee, en dat erken ik ook. Wij staan ook aan de lat. We committeren ons aan het belang van het herstellen van die natuur. Die 162 beschermde natuurgebieden, daar hebben we tientallen jaren geleden al voor afgesproken dat we die gingen beschermen. Is onvoldoende gebeurd, gaan we mee aan de slag. Alleen nog een keer een lading erbovenop aan verstikkende wet en regelgeving waarvan de uitwerking niet duidelijk is. Grote potentiële consequenties voor woningbouw, maar bijvoorbeeld ook voor oefeningen vanuit defensie boven de Noordzee. Is allemaal onduidelijk. Dus wij denken dat je niet bij een blanco check moet tekenen. En er moet eerst maar eens duidelijk worden wat de echte impact is. Ja, maar er is toch een hele analyse gemaakt. Volgens mij 700 pagina's. Esther de Lange die noemt het ook de hele tijd een blanco check. Maar het is gewoon doorgerekend wat de gevolgen zijn van deze wet. Nee, dus dan wordt gezegd, Nederland mag zelf de soorten en de type natuur aanwijzen die zij gaat beschermen, ook buiten die gebieden. Nederland mag dat zelf aangeven. Maar als we even terugkijken naar hoe dat is gegaan met die oude wet en regelgeving, die vogel- en habitatrichtlijn, dan zie je ook dat je daarin eigenlijk in een soort fuik zwemt. Tot in een aantal tientallen jaren geleden het Europees Hof op een gegeven moment Nederland beveelt om bepaalde typen en soorten aan te wijzen. Dus nu is het misschien allemaal nog niet zo spannend. Maar als je niet de waarborgen in die regels zet dat de Nederlandse economie een plek moet hebben, dat Nederland een dichtbevolkt land is, dan zwem je in een fuik. Ja, maar er zitten wel toch uitzonderingen bij, bijvoorbeeld voor de woningbouw. Dus daar kunnen uitzonderingsregels voor worden gemaakt op deze wet. Maar u bent er dus niet gerust op dat dan ook daadwerkelijk gaat gebeuren? Nee, kijk, het is dus inderdaad op dit moment dat spel tussen de Europese Commissie, dus meneer Timmermans en zijn collega's, met alle Europese ministers van natuur, zeg maar, milieuministers, die het onderhandeling voeren. Dat is één kant. De andere kant is de commissie met het Europees Parlement. Dus er verschuift wel een hoop en dat is goed. Hè? Dus er wordt bewogen. Maar nog steeds ben ik er niet gerust op dat wat er ligt niet gaat leiden tot het verder op slot zetten van Nederland. En dat moeten we echt zien te voorkomen. Wat wilt u dan? Nou, we willen sowieso dat het verbod op verslechtering van natuurtypen buiten die Natura 2000-gebied, het wordt wel technisch, maar dat eruit gaat. Ja, en ook een erkenning dat Nederland een dichtbevolkt land is. Ja, onze staat van de natuur bungelt onderaan de Europese lijst met een land als Malta. Maar tegelijkertijd zijn dat ook de meest twee dichtbevolkte landen. En dat willen we echt teruglezen, die waarborgen, in de regels die de Europese Commissie nu vaststelt. Ja, zijn wel maandag spraken 60 grote bedrijven zich voor deze wet uit. Hè? We kennen de VVD ook als een partij die op zich wel voor de grote bedrijven wil gaan staan. Nee, zeker. En dit is ook precies de reden waarom ik zeg, wij lopen niet weg voor de noodzaak van natuurherstel. Natuur hoort bij ons, we moeten daarmee samenleven. Het gaat over schone lucht, schoon water, schone omgeving. Maar maak het geen bedreiging door alles dicht te zetten met verstikkende wet en regelgeving. Dan gaan de hakken in het zand en zien mensen natuur als bedreiging. Dat is volgens mij niet goed.